Ik ben Angelique Huiberts en ik werk bij Indigo als preventiemedewerker. Ook werk ik in een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner voor de GGZ. In mijn werk heb ik vrij veel te maken met mensen die overbelast zijn door te veel stress. Ook bij mantelzorgers komt dit veel voor. De batterij raakt dan leeg en mensen kunnen, omdat ze niet meer goed voor zichzelf zorgen, ook niet meer voor die ander zorgen. Ik vergelijk het altijd met een kan water. Het water staat dan voor de energie. Als de kan leeg raakt, dan kun je ook niet meer schenken. En dit geldt ook voor de mantelzorger. Als die geen energie meer heeft, dus als hij geen water meer in zijn kan heeft, dan is het ook niet meer mogelijk om die energie te geven aan degene voor wie je de taak uitvoert. In de cursus die wij hebben ontwikkeld, ga je op een ludieke manier met meerdere cursisten op een laptop of op een computer op een plek die je zelf wilt aan de gang met elkaar in 4 sessies van 1,5 uur. En ik ga die cursus begeleiden. Je leert vooral handvatten, krijg je aangereikt om die energie weer op te voeren. Hoe komt jouw kannetje weer vol? Het lijkt me leuk om samen met jou dit te gaan doen. Dus heb je een mantelzorgtaak en zou je eens willen weten hoe je meer energie kunt krijgen? Doe dan mee en schrijf je in voor de cursus. Zorgen voor een ander begint bij jezelf. Ik zie je graag. Dag!